dit wordt de proef BB, proef 1 van de KNS. Binnenkomen AXC in arbeidsdraf. Hier krijgt ze een 7 voor. C mag ze op de linkerhand. Daarna volgt de EBE, de grote volte. Hier krijgt ze een 6 voor. En als commentaar staat erbij iets actiever. Dit is de tweede dag van de Mr. Ed competitie die Tessa mee rijdt. En dus de tweede keer dat ze de proef rijdt. Na de volte mag ze FXH van hand veranderen. En daar krijgt ze een 7 voor. En je zal zien dat die netjes recht is. Want dat is het commentaar van de jury. Netjes recht. Naar F. En ze gaat netjes naar K toe. H toe, sorry. Hierna krijgen we BEB grote volte. Hier krijgt ze een 6 voor. Iets meer stelling en buiging is het commentaar van de jury. De jury zou dus graag zien dat ze iets meer stelling heeft en iets meer buiging. Maar kijkt ster wel redelijk naar buiten, dus ik begrijp wel wat ze bedoelen. Daarna is er F en A, tussen F en A, overgang arbeidsstap. Hier krijgt ze een 5 voor. En hier staat vloeiend te veel op de voorhand. Oh, het moet vloeiender en te veel op de voorhand, sorry. KXM van hand veranderen. Tussen X en N op de diagonaal overgang arbeidsdraf. Nou, hier krijgt ze een 5 voor. En het commentaar daarbij is actiever. Dus we noemen dat feedback in plaats van commentaar. Dus na de X moet ze over in draf. En de jury vindt dat het dus iets actiever allemaal mag. Vervolgens gaan we naar E afwenden. Hier krijgt ze dan weer een 7 voor. En B op de rechterhand. Ook hier krijgt ze een 7 voor. Vervolgens mag ze tussen F en A arbeidsklop rechts aanspinnen. Springen. Hier krijgt ze een 6 voor en daarbij staat actiever. Tussen H en C overgang arbeidsdraf. Hier krijgt ze weer een 6 voor en weer actiever houden. Daarna mag ze bij B afwenden. Daar krijgt ze een 7 voor. En vervolgens mag ze bij E op de linkerhand krijgt ze een 6 voor. En daarbij wordt er gezegd doorrijden tot E. Dus had iets verder door moeten rijden. Tussen K en A arbeidsgalop links aanspringen een 5. Meer voorwaarts. Tussen C en H overgang arbeidsdraf. En hier krijgt ze een 7 voor. En dan komen nu de oefeningen die we veel moesten oefenen in het begin. En dat is KDH linksomkeert. Hier krijgt ze een 6 voor. En hier staat weer let op stelling en buiging. Dan moet ik wel zeggen dat ze veel heeft moeten leren om die linksomkeert te rijden. Omdat het voor haar een nieuwe oefening was. Nu kan ze het al een paar weken hoor. Maar dit is voor haar wel redelijk nieuw. CXC een grote volte. De volte is blijkbaar heel mooi. Want ze krijgt er een 7 voor. En dan na de volte zometeen gaan we de rechtsomkeer doen. En gelukkig wordt er niet gezegd dat ze niet goed op de letters rijdt. Daar hebben we heel veel tijd en moeite in gestoken om dat goed te krijgen. En ook de voltes mooi rond te krijgen. Maar FDM dus nu een rechtsomkeert. En daar krijgt ze een 6 voor. En ook daar meer buiging. De stelling is nu denk ik goed, hoewel ze net hetzelfde punt krijgt als dat er stelling en buiging staat. Maar ze krijgt dus een 6. Na de rechtsomkeert gaat ze HXF van hand veranderen.
Nou, dat doet ze prima, want daar krijgt ze een 7 voor. Even doorrijden naar H. Nou, ze is aan hand veranderen en dan zijn we ook bijna aan het einde van de proef. Want tussen F en A mag ze over naar arbeidsstap. Hier krijgt ze een 6 voor. Ze staat wederom actief houden. A afwenden krijgt ze ook een 6 voor. Staat ook actief houden. En tussen X en G halt houden en groeten. Daar krijgt ze een 6 voor, want daar staat ze scheef. Het eindcommentaar staat er wel. Leuke combinatie, lieve pony hoor. Probeer wel actief te rijden. Succes! De overige cijfers zal ik onderin de beschrijving zetten.